in een kasteel wonen. Het is niet alledaags. Ja, dat was eigenlijk een beetje liefde op het eerste gezicht. Geweldig. Ik wil wel op een kasteel wonen en een jonkvrouw zijn, zeg maar. Ja. En wij zeggen ook wel, wij zijn kasteelbewoners. Ook al hebben we dan maar één celletje. Eén steentje. In een bos hebben we een heel oud huis gewoond, ook met twee torentjes. Je waant je ook in een burcht, een veilige haven. Ja. Wat ik zo geweldig vind aan dit huis is de verbinding met buiten. We hebben twee grote terrasdeuren, alles kan open. Hoge ramen, hoog plafond, twee verdiepingen hoog en ja, heel uniek. Luxe, toch wel, luxe. Ja. Ja, gewoon dat je dus als je staat, ik heb een mooie weidse blik heb je. En dan de luchten, dat zijn net schilderijen. Dus als we hier op het terras zitten, dan heb je een levend schilderij om je heen. Ja, wij hebben de luxe van een prachtige soort van slotgracht met lelies en alles erin. Met weerspiegeling als het volle maan is. Dan spiegelt hij over het water mijn slaapkamerraam door. Ja, dat is toch mooi. Doordat die huizen in blokken gebouwd zijn, ziet het eruit als kantelen. En dat, ja, dat heeft wel wat. Ieder huis is zo gepositioneerd dat er altijd vrijelijk uitzicht is naar het groen buiten. En vanuit ieder huis is er ook weer een ander aanzicht naar het groen. Dus als je hier een ander huis binnenloopt, dan zie je een heel andere omgeving dan dat je in je eigen huis ziet. Ik hoef niet een groot stuk grond met een vrijstaand huis. Dit bevalt prima. We hebben toch heel veel grond eromheen, hoeven niet bij te houden door de gemeente. Dus we hebben een tuin, in principe groter als wie dan ook. En het kost ons niks. Het is geen huis hetzelfde wat dat betreft. In basis zijn ze wel hetzelfde, maar er is overal anders gemetseld. Hier is een ornament ingebracht en daar zijn wat natuurstenen elementen ingebracht. Een dichtgemetseld raam zit erin, wat een beetje de indruk geeft van ja, vroeger zat dat een raam. Dat heeft daar natuurlijk nooit gezeten. Het is wat dat er allemaal nieuwbouw. Maar ja, dat is heel speels. Het heeft ook een hele fraaie baksteen. En die baksteen die kleurt onder het licht. 'S Winters en zomers, herfst, lente. Ik heb zoveel foto's gemaakt en als je die foto's naast elkaar ziet, dan is het net de Ayers Rock. Hij kleurt van geel naar donkerrood. Ja. Dit kasteel verveelt niet om naar te kijken. Dat is het voordeel van alle andere kastelen, die kunnen naar dit kasteel kijken. Ja. Toen we hier kwamen wonen, zeiden de mensen van, ga je daar wonen met zo'n binnenplaats? Dan zit iedereen op elkaars lip, iedereen ziet alles van elkaar. En dat is helemaal niet. Hier kunnen wij dus kiezen van lekker gezellig met z'n tweeën achter op het terras in de zon. Ja. Of gezellig met z'n tweeën voor. En we zien andere mensen. We parkeren onder in de garage. Er zijn overal trappen. Je komt onderuit naar boven. Nee, je hebt heel veel privacy. Je kan hier alles naar binnen smokkelen wat je wil. Het is hier zo gezellig met kinderen dat ik me af en toe de rattenvanger van Hamelen voel. Ja, met die husky, zeker zo'n jonge pup. Ja. Ik ken al die kinderen niet bij naam, maar af en toe dan heb ik er een tiental om me heen staan van mogen wij de hond aaien. Ja. Ik kwam hier wonen met mijn twee dochters. Ja, ik wilde met een gerust hart slapen en leven en zonder dat je angstig hoeft te zijn. We zitten helemaal rondom in het water. Ik slaap met de deuren open, ben ik vergeten om de voordeur dicht te doen. Ja, er kan niemand binnen. Die veiligheid, die vooral voor mij heel erg telt, voel ik heel sterk. Geeft rust, geeft vrijheid. Nou ja, het feit dat hier in 11 jaar tijd nog nooit ergens is ingebroken, dat geeft dat natuurlijk wel aan dat veilige gevoel er wel degelijk is. S'avonds gaat de poort dicht, dus om 10:30. Dus ja, dan kun je ook niet zomaar binnen. Ik laat mijn vriendin hier als ik een keer een paar dagen weg ben of zo met een gerust hart thuis. Absoluut.
De Havelij is in feite een uiterwaardig gebied van een bos. Die van oorsprong wat moerassig was. Toen heeft de gemeente het plan opgepakt om toch hier een nieuwe wijk neer te zetten. Op een gegeven moment is er iemand die heeft gezegd van ja, goh, laten we het over een andere boeg gooien. En zoals ik het verhaal ken is toen Sjoerd Soeters uitgenodigd. En het verhaal gaat dat hij toen een vel papier had en daar 9 taartpunten op heeft gezet. Van oké, goed, dit is het landschap. Ik ga het wonen ga ik compact maken en ik ga juist landschap inrichten. En uiteindelijk is er een gecomprimeerd aantal woningen bij elkaar gevat in kastelen. Nou ja, goed, het resultaat is dat er nu 7 kastelen staan, of 7 metaforen voor kastelen en het slot dan natuurlijk. En dan, ja, dan heb je een voor Nederland uniek woongebied. Wat je heel erg ziet hier, die doorkijkjes die beginnen te ontstaan. He, dus je wandelt en waar bomen of struiken wijken. Ja, dan zie je dit kasteel of je ziet dat kasteel. En je ziet het altijd vanuit een andere hoek. Je ziet het altijd onder andere lichtomstandigheden. Ochtend, nevel over het water heen. En 's avonds kan de zon prachtig op dit kasteel schijnen. Dat je die rode gloed over de stenen ziet. Ja, het is echt geweldig. Het kasteel verveelt nooit.